Minister Agubar Singh, we hebben niet zoveel tijd, dus we beginnen gelijk. De schuldherschikking met die bondholders is rond. Toch hoor ik heel veel kritiek van vooral de oppositiemensen, dat het eigenlijk misleiding is en verpanding van de toekomst van ons land. Wat zegt u eigenlijk over deze kritiek? U moet erom lachen. Als iemand anders dat zegt, maar... het is, laat me zeggen dat we blij zijn dat het gebeurd is. Laat me zeggen dat wij hard onderhandeld hebben, maar ga er niet vanuit dat die bondholders makkelammetjes zijn, zonder kennis en zonder belang. Dat is hun vak. Ons vak is een ander vak. Dus ja, ze hebben ook hard gedeeld. En er is iets uitgekomen wat uiteindelijk acceptabel is en waarvan wij de beslissing hebben genomen. Het is goed om het nu te doen, want als we het nu niet doen, worden de internationale omstandigheden lastiger voor ons en gaat het ons meer kosten. De rentetarieven stijgen en het lijkt er ook steeds duidelijker op dat we olie en gas gaan vinden en dan wordt het een stuk moeilijker om de deal te sluiten zoals we hem gesloten hebben. Het was beter geweest als we hem eerder gesloten hadden. Dan waren we, waarschijnlijk hadden we minder kosten en minder concessies hoeven te doen. Maar het heeft lang geduurd. We zijn eruit en we zijn er onder voorwaarden uit. Namelijk die schuld wordt herschikt en de grote voordelen zijn ervan dat twee hele grote betalingen die zouden moeten plaatsvinden, één dit jaar, één van 2026, dit jaar van $200 miljoen, dat konden we niet trekken. En die van 2026 met $550 miljoen, dat zouden we ook niet kunnen trekken. Misschien met olie en gas wel, dat we dat dus nu hebben we gezegd van oké, die obligatielening zetten we om in een nieuwe obligatielening met twee voorzieningen. Eén voorziening waarbij we de huidige schuld van $880 miljoen, zo is het opgelopen, dat we die brengen naar $550 miljoen. Dus een fixe 25% korting op de huidige schuld. Dat eerste deel is een heel goed onderhandeld deel. Tegen een lagere rente. We hadden liever een lagere rente dan die 7,95. Maar die internationale rente groeit. En dit is het beste wat we eruit konden halen. Maar het is veel beter dan die 9, die bijna 10% en die 12, die bijna 13% rente. Dus dit eerste deel is een heel goed deel. Dat tweede, het is met name het tweede deel waar mensen zeggen van heb je goed onderhandeld? Heb je daar niet iets te veel weggegeven? Omdat daar afspraken zijn gemaakt dat als we olie vinden in blok 58... dat een deel van de royalties... Maar er is olie gevonden, hè? Als het is nog niet, geformaliseerd. Okay. Het is nog niet geformaliseerd. Dus zodra het geformaliseerd wordt... En ze zijn ook slim. Ze hebben gewoon ook goed onderhandeld van hun kant uit. En wij moeten zorgen dat we dat tweede deel niet uit de hand laten lopen. Dus daar moeten we zorgen dat we tijdig zijn en zeggen van... Oké, op het moment dat we dat kunnen herschikken, dat we dat ook doen. Dus we hebben die voorwaarden er... Ook in die overeenkomst dat we kosteloos, op het moment dat wij vinden dat het voor ons beter is, dat we ook dat tweede deel herschikken. Maar de kritiek die er een beetje komt is op dat tweede deel. Men heeft het gevoel van ja, je hebt misschien iets te veel weggegeven. Wij denken dat dat niet het geval hoeft te zijn. De grote voordelen zijn een rustiger afbetaalprogramma waarbij de begroting geholpen is. Dus en daar, waarbij dus geld vrijkomt voor... Alle beleid wat je wil voeren, onder andere ook dat sociale beleid. We hadden voor dit jaar $54 miljoen gereserveerd om rente te betalen. Dat is iets wat dus in rust gaat komen. Die rentebetaling begint in januari nu, komende januari. Maar dan met iets van $30 miljoen. Maar dan twee keer per jaar. En dat zal 10 jaren duren. Maar je krijgt dus een uitsmering van de betaling over een langere tijd. En je krijgt een lagere rente, waarbij de rentedruk in de eerste 2 jaren, 2023 en 2024, ook een stuk lager is. En de extra rente die ze verdienen op de hoofdsom wordt gezet. Dus ook daar een stuk minder druk. En wat heel belangrijk is dat het internationaal
dat wij van die default status afgaan, van die land dat zijn verplichtingen niet nakomt. Dus dat is hele belangrijk, ook voor nieuwe investeerders. Ook als staatsolie gaat dealen met eventuele nieuwe partijen voor olie, dat voor een staatsolie een stuk makkelijker wordt, dat het lenen een stuk makkelijker wordt. Maar had Suriname officieel die status? Een default status, ja. 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 En vanaf wanneer? En vanaf wanneer? Vanaf wanneer hadden we? Vanaf het moment dat we niet meer op tijd konden betalen. Ik weet niet wanneer dat was meer. Toen de eerste betaling niet gedaan kon worden. Ja, maar ik weet niet wanneer dat was. Maar dat was al heel veel. Maar zijn we er vanaf? Is het officieel? Nee. Er zijn twee randvoorwaarden geweest. De eerste randvoorwaarde is, de details moeten nog uitgewerkt worden, maar dat komt wel goed. De tweede randvoorwaarde is, je moet een staff level agreement hebben met het IMF. En dan wordt dit geformaliseerd. We komen straks op het IMF, minister. Maar een van die kritieken is vanuit de oppositie. De regering heeft de schuld die oorspronkelijk 600 zoveel was, bewust laten oplopen naar 800 zoveel. Ja, dat is een beetje nonsens. Dat doe je niet. Daarom moest ik een beetje lachen in het begin. Uitgerekend de regering die dit land opgezadeld heeft. De mensen die daar mede verantwoordelijk voor zijn. Die het hebben laten oplopen. Die lening op lening hebben genomen. Ik bedoel, dit is niet de normale manier waarop ik dat zeg. Maar de mensen die verantwoordelijk zijn ervoor. Die gaan nu doen alsof ze het allemaal beter wisten. Maar bij de vorige regering heeft die leningen gesloten. Hebben zij ooit afbetaald? Ik heb niet de indruk. De eerste lening was 2016 gesloten en de tweede was 2019 gesloten. De eerste lening van 2016 ging om een lening van 550 miljoen tegen 9,25%. Die lening was gesloten omdat het IMF toen weggestuurd was. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Ja. We hadden toen een lening van het IMF tegen tussen 1-2%. En omdat we die overeenkomst gedefault hebben, we hebben die overeenkomst niet nageleefd. Waardoor de financiering, let op, de financiering van 1-2% lening met het IMF hebben we toen opgezegd. Het is in 2017 opgezegd. Die hebben we dus moeten vervangen door een hele slechte lening van bijna van die 9,25%. En daarop is in 2019 een tweede lening opgekomen van bijna 10% rente, 9,875. En als je niet zou betalen, zou direct, of als je bepaalde voorzieningen niet zou treffen, zou direct die rente gaan naar 13%. We hebben die voorzieningen niet getroffen binnen 6 maanden. En die rente die we op die tweede lening betalen is 13%. Maar hebben zij ooit afbetaald? Dat was mijn vraag. Ik heb de indruk, ik weet het niet. Maar bij financiën moet er toch iets te zien zijn? Ja, bureau staatsschuldregeling. Maar je vraagt me zo'n heel specifieke vraag van, ik durf niet ja of nee erop te zeggen. Omdat ik, als ze één betaling gedaan zouden hebben, zou ik hier zitten jokken. Dus ik weet het niet. Waarom ik dus het vraag? Dus ze hebben niet betaald. Dat ik vermoed van, er is niet betaald, anders zouden we niet in default zijn. Maar waarom ik het vraag, omdat die eerste lening van 500 zoveel miljoen dollar, een deel 300 was bestemd voor staatsolie. En staatsolie heeft op een gegeven moment die 300 miljoen terugbetaald aan de staat. En toen hebben ze het verbrast. Ja. Wat hebben ze met die 300 miljoen dollar gedaan? Geborst. Is toch gezegd verbaasd. Kijk, ik zeg het een beetje vervelend gemost. Maar er was behoefte aan geld en dat geld was er niet. Dus het is besteed aan waarschijnlijk salarissen, sociale voorzieningen, begrotingsmiddelen, pakketten, van alles. Ja. Alles maar ik heb daar een opmerking over. Kijk, als staatsolie 300 miljoen heeft afgelost en het komt in de boezem van de centrale bank, CQ, de financiën, dan moet je dat vastzetten met de earmark. Dit is een terugbetaling. Ik kan twee dingen doen. Ik kan het beleggen. Of ik kan het gebruiken om het langzaam, zeg maar, conform de termijn af te lossen. Maar wanneer ze het gaan uitgeven, dan komt eigenlijk die 300 helemaal volledig op de konto van de staat. Met andere woorden, 300 was voor staatsolie, ze hebben het betaald. En feitelijk heb je dat 100% nu
op je genomen en je kan dat niet terugbetalen. Je hele aflossingscapaciteit als staat kon dat niet voorzien. Maar minister, nog één vraagje. Het was 600 zoveel, het is opgelopen naar 800 zoveel. 880, waarom? Hoe komt dat? Rentes, niet terugbetalen, rentes. Eigenlijk geef ik toch antwoord op je vraag. maar als je me vraagt, is er één terugbetaling? Als ze één terugbetaling hebben gedaan, ik weet het niet. Maar het is opgelopen tot 880 nu, per mei 2023. En als deze schuldherschikkingsdeal, overeenkomst met die bondholders niet was gesloten, wat zouden dan de consequenties zijn voor ons land? Dan zouden we dit jaar 200 miljoen moeten terugbetalen. En als we dat geld niet hadden? Dat hebben we gewoon ook niet. Dus die junkstatus zou nog verder verslechteren. We zouden een hele slechte naam hebben in de wereld, die we al hebben. Maar kan ik daar een vraag over stellen, minister? Kijk, uiteindelijk moet een outfit als Moody of Fitch of S&P... die moet dan komen en zeggen, oké, ik ga dat heel ding opnieuw evalueren... en ik zal je rating waarschijnlijk optrekken. Nou, u weet hoe dat gaat en dan vindt daar een hele assessment plaats... Wat is uw inschatting waar we naartoe kunnen gaan, wanneer we zover zijn? We zullen niet 5 of 6 stappen tegelijk doen. Die vooruitgang gaat in kleine stappen. Mm-hmm. Maar de stap alleen al vanuit de status van junk, ja, naar gewoon weer op de normale reeks, mm-hmm, zou een hele belangrijke vooruitgang zijn. En vandaar stapsgewijs. Wij denken ook dat mogelijk is. Dat is in het verleden ook wel gebleken. Een paar van die agencies hebben al aangevraagd om de rating te doen. Wij hebben daar niet zo'n haast mee. We zeggen, laten we eerst zaken in orde, helemaal in orde hebben. Wat ik zei, de tweede voorwaarde, Bimla, was dat deze deal echt doorgaat als er staff level agreement met het IMF is. En dat is ook laat maar zeggen... Ik kan daar geen garantie op geven, maar het is in zicht. We komen daar straks op. Nou, misschien kunt u daar direct op ingaan. Afgelopen week is er een missie van IMF hier geweest. En hoe zijn die besprekingen gegaan? Ja, sinds maart 2021 zijn er geen missies meer geweest van het IMF. Terwijl de bedoeling was dat ze om de 3 maanden hier zouden zijn. Dus we hebben 4 missies gemist. Het is slechts 1 keer eerder bij het IMF voorgekomen. En dat was in de oorlogssituatie met... Ik geloof Pakistan, dat men 4 missies gemist heeft, doorgaans stopt met het programma. Bij ons is het programma niet gestopt. We hebben heel veel ingezet om het levend te houden. En het feit dat die missie kwam, op zich was een succes. Ik denk dat de gemeenschappelijke gang naar... Washington de vorige maand, van de governor van de centrale bank, de directeur bureau staatsschuld, mijn persoon, met teams van medewerkers, dat meegeholpen heeft om face-to-face de gesprekken te voeren en ervoor te zorgen van luisteren wij die boodschap ook echt over te brengen. We zijn committed, we willen dit programma hebben en de boodschap was, met of zonder jullie, we moeten dit programma uitvoeren, de hervormingen moeten uitgevoerd worden, met of zonder jullie. Zonder jullie gaat het een stuk moeilijker zijn. We hebben jullie daarbij nodig. Die boodschap is begrepen. En dus die missie is hier de afgelopen week geweest. Wat ik al zei, het feit dat die missie kwam op zich was succes. Omdat het ook zo geweest kon zijn dat die missie gezegd had, ja, er is gewoon veel te weinig om te komen. Maar dat was niet het geval. En er zijn hele, hele goede gesprekken geweest. Er zijn gesprekken geweest met... je moet weten dat het een technische missie is. Met als doel? Met als doel de technische voorbereiding. Is het programma nog levend te houden? Kunnen we het herstellen? Is er voldoende basis om ermee voor te gaan? En dus er was in eerste instantie was er geen gesprek met de president gepland. Dat is het politieke deel daarvan. En wij zeiden, het is misschien wel nuttig om toch ook de president te praten. En dat is gebeurd en ik moet zeggen dat het heel, heel erg goed was dat de president ook de bredere context kon geven. Ik geloof dat de voorzitter DNA, daar ben ik niet bij geweest, dat de voorzitter DNA met de leiding van het parlement gepraat heeft. Dat
En dat is wat we dus ook met de missie gepraat hebben. Jullie zijn een technische missie. Het gaat om macro-economie, het gaat om cijfers en statistieken. Maar uiteindelijk wat we proberen is het land bij elkaar te houden en het te herstellen. En dat gaat, daar speelt veel meer. Daar spelen belangen van mensen, daar speelt de armoede die je moet opvangen. De moeilijkheid om geld te vinden, om toch opvang te bieden. Ambtenaren die verarmen, de middenklasse die verarmt. Ja, je moet het allemaal tegelijk wel in de lucht houden. Het heeft, wat voor zin heeft het dat je je macro-economie op orde hebt en de helft van de stad staat in brand. Dat kan nooit de bedoeling zijn, dus je moet de context meenemen. Ik moet zeggen dat wat we ervaren hebben, is een hele begripvolle, goede missie vanuit het IMF. De besprekingen zijn goed gelopen tot nog toe. Ze zijn, als het goed is, gisteren terug naar Washington. Daar worden de laatste berekeningen worden gedaan. De briefing wordt gedaan naar het politieke niveau daar. En als er staff level agreement komt, dan horen we dat waarschijnlijk eind van de volgende week. Ik verwacht, onze verwachtingen zijn, ik moet voorzichtig zijn om niet valse hoop te geven. Onze verwachtingen zijn positief, omdat waarschijnlijk op de agenda van 14 juni Suriname geagendeerd is voor board level bespreking. Ik denk dat als er hele ernstige problemen zijn, dat we niet op die agenda komen. Mm-hmm. Ik verwacht dus, ik ben daar optimistisch over gestemd, maar ik wil niet voorbarig van alles beginnen te roepen van ja, het is in orde of het is dit of het is dat. Wij moeten doorgaan. Wat we aan het uitvoeren zijn, is het beleidsprogramma dat we aan de assemblee hebben aangeboden. En de assemblee heeft goedgekeurd. Ik zeg vaak ook als ik dit programma beluister, het eerste gedeelte, heel veel kritische kanttekeningen die vaak terecht zijn. Maar als je nagaat, zitten we op dezelfde lijn. Ik denk dat we qua beleid heel vaak heel goed op dezelfde lijn zitten. Als je naar het bedrijfsleven luistert, als je naar de vakbeweging luistert. Uitgerekende vakbeweging, je zou denken dat zijn dingen die vanuit het bedrijfsleven zouden komen. De vakbeweging zegt, regering, alsjeblieft aandacht aan productie en productiviteit. Dat is duurzaam. Je hoort dat ook het bedrijfsleven noemen. Je hoort het parlement in eigen woorden zeggen, Goteka Monipi Ade. In feite is precies iets wat wij ook zeggen. Belast niet de loontrekkers iedere keer. Gaat halen waar het is. Dat hoor ik in deze uitzending ook. Mm-hmm. En wat je, als je dat vertaalt en als je de irritatie en de boosheid daardoorheen weet te kijken, denk ik dat je mag vaststellen dat we met z'n allen wel hetzelfde denken. We zijn wel verarmd. Onze middenklasse is verarmd. Mensen zijn een beetje boos. Mensen hebben gelijk om een beetje boos te zijn. We zijn een van de rijke landen met grondstoffen. En toch, met alle waarschuwingen die we al die jaren geven, zijn we toch aan de onderzijde in Zuid-Amerika met Haiti. Mm-hmm. Dat is absoluut onkan. Ja. Dat is iets wat we heel snel moeten herstellen. Mag ik en kort over? Er moet, ja, mag ik even afmaken. Mm-hmm. En het is waar. Wij moeten de discussie inderdaad openen dat niet alle grondstoffen, niet alle concessies in handen van kleine groepen van mensen komen. De revoluties in Cuba en in Nicaragua zijn ontstaan omdat alle grond en alle bezittingen in handen van een kleine groep families waren. Wij willen dat niet hebben. Wij denken dat we kunnen leren van de goede dingen in de wereld. En wij komen uit een situatie die beter was. En ik denk dat we dat moeten herstellen. We moeten dat inderdaad openlijk met elkaar kunnen bediscussiëren. Dat niet alle rijkdommen in handen van een kleine groep van families zit en de rest. Maar hebben we dat openlijk? Een korte vraag. Ja. U sprak over de deal, maar ik heb een zekere Moisen gelezen. Hè? En die zegt, die deal is nog niet afgerond. Is dat wel juist? Wat zegt u daar? Nee, klopt. Dus dat zei ik ook. Er is een voorbehoud. Er zijn twee voorbehouden gemaakt. Eén, de detailuitrekening. Okay, en twee, is die SLA met het eigen. En de tweede vraag is, wat ik noem een compensatieovereenkomst. Is er een beperking daar?
Ja, er zijn verschillende beperkingen. Maar zelfs als je die beperkingen achtneemt, kan het uit de hand lopen. Dus we moeten zorgen dat het niet uit de hand loopt. Er is een beperking in tijd, 2050. En er is een beperking in bedrag. Er zijn ook meer grenzen aangelegd. Ik bedoel meer in bedrag. Ja, ook in tijd en ook in... Ik denk ook in bedrag, ja. Ja, ja. Maar dat, als we het laten oplopen tot het maximum van het bedrag... Ja. Is het ook voor mij gevoelsmatig... moeten we niet doen. Moeten we niet doen. Maar je kan toch versneld aflossen ook. Precies. Dat is de herschikking die we dan gaan doen. Kan ik nog een vraag stellen? Zij oké is. Ja, we hadden het over het transparante en openlijk de zaken naar voren kunnen brengen. Dat is eigenlijk een vraag meer nu voortgekomen uit het betoog, maar ik heb nog een andere vraag dat hier aan gekoppeld is. Ik denk dat we dat moeten durven. Ik denk dat we dat moeten doen. Ik denk dat we dat moeten willen. Ik denk niet dat ik een geheim vertel dat na de verkiezingen, dat gebeurt bij elke verkiezing, heel veel belangengroepen zich nestelen rondom de kabinetten van de president en de vicepresident. Ik denk dat het daarom ook goed is dat de president heel sterk inzet op het formele bedrijfsleven en de formele vakbeweging. Ik denk ook, hij zegt in de afgelopen maanden, hoor ik hem vaker zeggen, er is een anticorruptiewet, die schrijft ons voor dat we als ministers beginnen om te registreren. Ja. Laten we dat beginnen te organiseren. Dat vind ik echt heel goed. Ik heb met de Belastingdienst gepraat. Is het mogelijk dat we bij de Belastingdienst, zoals bij het bankwezen gedaan wordt, UBO's, wie zijn ultimate beneficiary owners, kun je beginnen om bij de Belastingdienst een loket waar het beleefd is, maar waarbij je begint, de president, de vicepresident, 17 ministers, 51 assembleeleden, alle directeuren van parastatale bedrijven. En de DC's ook. Alle DC's in beeld te brengen en dat die beginnen te registreren om wat ze hebben. Ja. We moeten ergens starten. Ik zeg het openlijk. Ik weet dat er meer mensen zijn die dat durven zeggen. Maar ik denk dat het moet gebeuren. Het zijn tot nu toe zijn het ideeën. Die anticorruptiewet is er. Er schijnen uitvoeringsbesluiten nodig te zijn om dat levend te maken. Maar ik denk niet dat we daarop hoeven te wachten om naar de notaris te gaan. En om dat kun je gewoon individueel doen als minister ook, toch? Kun je individueel doen. Dus de eerste stappen worden gezet. Ik denk dat we dat absoluut verplicht zijn aan onszelf om dat ook te doen. En aan ons land. Ik denk dat dat soort dingen moeten gebeuren. Ik refereer naar waar kunnen we hoop uitputten rondom de verkiezingen. Er waren risico's in NIS. En het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hebben zich meer dan gemiddeld ingezet. Amanda ook. Meer dan gemiddeld. En Gerard ook vanuit het bedrijfsleven. Ja. Meer dan gemiddeld ingezet om te beschermen wat beschermd moest worden. Ik denk dat er goede voorbeelden zijn waar we uit kunnen putten. Recente, niet vanuit het verre verleden. Recente, waaruit we kunnen putten en zeggen, er zijn goede mensen. En we moeten die connecten. We moeten die, omdat ik denk dat er hoop is. Ik denk niet alleen dat we het beter moeten. Ik denk dat we het echt veel beter kunnen. Ik denk dat er hoop is. Ik denk dat die hoop zit in al dat oudere leiderschap. Wat nog die kennis van vroeger meeneemt. Maar ook in dat nieuwe leiderschap. Dat zich aandient de mensen als Amanda. En soms merk je dat in dat nieuwe leiderschap. In dat middenveld zo. Dat er een beetje onderlinge ruzie is. Eigenlijk is het jammer. Omdat dat maatschappelijk middenveld een geweldige spirit zou kunnen geven. Er komen hele goede ideeën daar vandaan. Hele simpele, maar hele goede nieuwe ideeën. Die oude politici niet durven noemen. Oude politici zouden niet durven noemen. En met oud bedoel ik niet slecht. Maar mijn generatie politici is er een beetje bang van om te zeggen one man, one vote. Die nieuwe generatie zegt wat voor nonsens. Ja, one man, one vote. We zijn één volk. Dus... Beleid doe je landelijk ja, en niet per district. Je ziet de doorbraak die mensen in staat zijn te brengen en te zeggen, oké,
Wij begrijpen waar het vandaan komt, maar het is, dit is onze tijd. Wij gaan het inregelen zoals wij dat willen. Prachtig. Minister. Ik heb nog meer vragen, maar Gerard mag. Ja, dankjewel, dankjewel. Ik zat te popelen. Minister, even terug naar IMF. Het is een eigen programma die we gepresenteerd hebben. En IMF heeft haar eigen regels op losgelaten. En weet je, en die regels die zijn nogal rudimentair, een beetje strak, een beetje. En zij begrijpen die Surinaamse osadressie niet waar je ook van kan genezen. En ik heb zoiets van, is het onbegrip of is het gewoon dat men binnen het IMF een stukje, ja, experimenteert met Suriname als land? Er zijn verschillende landen waar ze eigenlijk de zaak niet goed, weet je, in place kunnen brengen of bij elkaar kunnen houden. Ja, en dan gaat men experimenteren met beleid waarvan ze zeggen, ja, maar het heeft daar gewerkt, waarom niet bij jullie? Kunt u ons wat meer inzicht verschaffen over hoe dat proces gaat? Een aanvulling. Of heeft het te maken met wantrouwen, omdat die vorige regering die overeenkomst had opgezegd? Nee, de structuur binnen het IMF is een beetje, als je dat, eigenlijk moet je het een beetje doorhebben. Er is een technische missie. En die technische missie die deelt met Suriname. Die is nu geweest. En die technische missie krijgt als taak om de case Suriname te verkopen binnen de andere organisaties. Binnen legal, er zijn allerlei diensten waar ze het. Zolang het daar niet passeert, gaat het niet naar de board. Maar die andere diensten in het IMF, die kennen Suriname niet. En die hebben er ook geen enkele binding mee. Die technische missie begint een beetje binding te krijgen, want ze komen langs, ze praten elke dag met mensen. Dit is een hele jonge missie die er is. Bovendien zitten ze aan een aantal uitgangspunten waar ze niet van afwijken. Ik noem ze soms dogma's, niet iedereen vindt het prettig als ik dat noem. Maar het vrije marktmechanisme bijvoorbeeld is zo heilig voor ze. Dus dat is iets waar zij. En wij zijn in principe ook niet alleen in het principe, ook in de uitvoering zeggen we vrije markt. Mm-hmm. Maar de governor. Het is niet zo vrij. De governor van de Centrale Bank gaf het goede voorbeeld. Hij zegt: luister. Wij zijn hier, doen alsof de vrije markt, the sky is the limit. Met die 80% van die OMOES hebben we dat gezien. Als een dergelijke situatie in Wall Street gebeurt, gaat de bel en stopt de markt. Als er iets gebeurt dat zodanig vreemd is en buiten de orde, dat niemand het kan verklaren, gaat de bel en stopt de markt. Niet in Suriname. Nee, dat klopt. Dus toen zeiden wij ook, wat is er zo bijzonder aan Suriname dat je dat niet toepast voor ons? Dus ze zitten aan een aantal uitgangspunten. En ze hebben vaak niet de detailinformatie. Soms denk je dat ze dat hebben. Concreet voorbeeld. Vrijdag sprak ik met we hebben lang gepraat over de wisselkoers. Mm-hmm. Wij praten heel veel over de wisselkoers, want voor hun is de wisselkoers geen anker. Je legt hem niet, de wisselkoers is het resultante van. Geen economisch verhaal hierover. Nee. Dus als het omhoog gaat, eigen schuld, dan moet je maar je begroting in orde hebben enzovoort. Ja. Maar ik zei: luister, wij volgen alle regels voor de wisselkoers. Vervolgens komt er een koers tot stand die bekend gemaakt wordt door de centrale bank elke dag. Als je door Paramaribo rijdt, zie je bij alle cambio's dat ze een hogere koers noteren. Er is een groot gevecht aan de gang om de macht. Eén grote cambio noteert elke dag koers en die is stevast hoger dan een centrale bank. Dus die marktwerking waarvan je denkt van het is markt, daar is een voortdurend gevecht om de macht. Mm-hmm. Om wie het bepaalt, om wie het beslist. Maar dat hadden ze niet in de gaten. Maar als je het niet vertelt, dus als wij zeggen, De prijs van gasbommen, die moeten we aanpassen. Dan vergelijken ze met Haiti en met Egypte, die voorbeelden werden genoemd, waarbij die prijs 15 tot 20 US dollar per gasbom is, die 28 lips. En wij moesten zeggen, nee, het is bij ons nog onder de prijs van een liter cola. Dan schrikken ze, want dat stuk informatie hadden ze niet. Dus heel vaak gaan we ervan uit dat ze alle informatie hebben over ons land. Alle details ook. En dat is niet het geval. En daarom is het dus ook goed. Dus ik heb die meneer gezegd, de volgende keer als je hier komt, gaan we door Paramaribo rijden. Langs de cambio's. Hopelijk hebben we dat opgelost. Maar
je moet inderdaad heel veel uitleggen. En wat ik ook merk is, soms hebben ze delen al gecommuniceerd en dan zitten ze daarin vast. Met Washington van oké, dit gaat het worden. Dit is wat het... En dan is het moeilijk voor ze om te zeggen van ja, nee, wacht even, we hebben nader inzicht. Nou ja. Dat ze zich vergist hebben. Dus dan zeg ik, laten we het over 3 maanden doen of kunnen we het wat flexibeler, wat flexibeler inrichten. Maar ik moet zeggen dat er is een missie geweest en dat was heel constructief. Wij kijken hoopvol uit naar de volgende week als in Washington daar de besluiten over gaan nemen. Maar bedoel je te zeggen dat ik, mijn perceptie is, er wordt enigszins geëxperimenteerd met Suriname. Is dat een beeld die ik moet terugnemen of is het gewoon... Nee, wat ik begrijp van mensen uit het IMF is dat ze er juist niet aan mee willen doen om te vergelijken met andere landen. Okay. En dat er dus ook geen... dat ze elke case op zichzelf behandelen. Mm-hmm. En dat maakt het soms makkelijker, want is het vergelijken. Dus ze vergelijken mm-hmm. geen slechte voorbeelden. Maar waar wij goede voorbeelden willen laten zien, gaan ze ook niet heel vlot in mee. Bijvoorbeeld, ik zeg, kijk, sommige landen hebben hun deviesregelingen zodanig strak ingezet, behouden. Mm-hmm. En jouw uitgangspositie is, als je met die landen praat, hun regels. Bij ons hebben we alles vrijgegeven. En bij ons beginnen ze te zeggen, nee, je vertrekt vanuit jouw uitgangspositie. En wij zeggen, nee, jullie accepteren de van daar en daar en daar in het heel Caribisch gebied dat het wat strakkere regels zijn. En dat het werkt. Aha. Dus waarom leer je niet van het Caribisch gebied? Omdat wij die regels ook hadden. Alleen we hebben in de 20 jaar hebben we die regels zo versoepeld dat iedereen denkt van ja, je mag maar doen met valuta wat je kan. En dat is niet het geval, dat begrijpen ze. Mm-hmm. Maar om dan dus dat terug te krijgen in goede banen, dat vergt een beetje tijd voor hun. Dus het is toch enigszins experimenteren? Kijk, ik wil de gedachte van experimenteren wil ik helemaal loslaten en weggooien. Maar ik proef nog steeds dat er toch enige... Het geeft een beetje het gevoel van starheid. Mm-hmm. En niet helemaal willen meegaan in ons, omdat ze dus in hun concepten zitten. Ja, ja, ja. Ik denk dat we eruit gaan komen. Ik denk dat we ook die problemen met hun gaan oplossen. We hebben ze gezegd, toen na 17 februari de president in het parlement zei, we gaan regels treffen mm-hmm. voor het deviesverkeer, zijn zij heel erg nerveus geworden. Mm-hmm. Want hun legal department zegt, mm-hmm. ze zijn die markt helemaal aan het... aan het controleren en aan het doen buiten alle regels en orde om. En wij zijn toen in Washington geweest en ik heb gezegd, oké, kijk, ik neem jouw vertaling. En de president heeft niet gezegd, dit mag niet. De president heeft gezegd, provide underlying documentation. De president is op het spoor gaan zitten wat hier in deze uitzending ook aan de orde komt. We hebben de regels vaak, maar enforcement, naleving van de regels. Mm-hmm. Het gooien van proppen, naleven van de regels. Dus wat wij in Washington hebben gezegd is, kijk, jouw eigen vertaling. De president zegt niet, dit mag niet. De president zegt, provide underlying documentation. Yeah. Do it with a legal cambio. Do your business with an official bank. Dus het is meer enforcement, toch? Enforcement. Van de regels. Ja. Ik zeg, en wij hebben ook met jullie afspraken over enforcement, met anti-money laundering en counter-terrorism financing. Dus ook met jullie hebben we die afspraken. Dus hoe kun je tegen enforcement zijn? En toen viel het stil. Toen zeggen ze, oké, we gaan het toch aan onze legal department laten zien. En als zij commentaar hebben, gaan we dat met jullie delen. Dit is opgelost. Maar het vergt dus dat je heel veel uitlegt. Omdat je er eigenlijk vanuit moet gaan dat ze alle details die we hebben. Ik verwacht dat het Suriname team is. En ze zijn bijna elke dag met onze mensen aan de telefoon en in de Zooms. Dus ik denk,
Ze hebben geen informatie achterstand. En in sommige opzichten is het ook zo. Qua statistieken hebben ze soms een informatie voorsprong op ons. Omdat wij slecht zijn in het cijfer maken. Maar het is een manier van werken. Ik zeg wel, je moet proberen zo gauw mogelijk eruit te komen. Je moet je land niet in een positie brengen. Ook om deze reden. Dat je naar het IMF moet. Want het kost me mijn beste krachten. Die elke dag in dit soort overleg moeten zijn. En een deel van dat overleg is inderdaad reforms. De verbetering van je land. Maar een deel, denk ik, is ook uitleggen. Je verliest tijd. Je had die tijd beter kunnen benutten. Maar het IMF-programma is een Surinaams en IMF-programma. Is hier gezegd ook in een vorige uitzending. Zijn wij dan niet daar tekort geschoten om bij de samenstelling van het programma te sturen naar een bepaalde richting? Waarover we nu praten. Toen het vastgelopen was, in december, januari, hebben we toen gezegd, en daar is het IMF met ons in meegegaan. Toen zei het IMF, ons programma laten we vallen. Zo hebben ze niet gezegd, maar we gaan mee met jullie programma. Ja. Want als het aan hun ligt, moesten we veel vluggere inkomsten binnenhalen en een veel snellere begrotingsevenwicht bereiken. En toen de president in september dus in Washington geweest is en met de leiding van het IMF gepraat heeft en gevraagd heeft meer flexibiliteit, is daar ook in meegegaan. Dus als het flexibel moet kunnen ze dat ook wel, hoor. Toen we de begroting maakten van dit jaar, 2023, is met ze afgesproken, oké, laat de IMF, laat het uitgangspunt niet zijn de IMF-normen, laat het uitgangspunt zijn wat is haalbaar binnen de Surinaamse begroting. En dus daarom zijn, en dat is ook een hele draai in houding. Laten we uitgaan van jullie programma. Wij zijn daar erg blij mee. En wij denken ook dat het IMF daar een belangrijke stap in onze richting gedaan heeft. Dus dat is een herschikking van het programma? Ze zijn achter ons programma naar DNA gegaan en daar hebben ze verder mee gerekend. En daar zijn we mee aan het rekenen. Dat zijn we aan het uitvoeren. Kunt u ook aangeven bijvoorbeeld, of weet je, we hebben op een gegeven moment gezien dat de valutareserves die stijgt. En de koersen die stijgen. Is er een mechanisme, een correctiemechanisme nu meegenomen dat er toch wat geld gekanaliseerd kan worden om koersen... Naar de reserves van... Daar is over gepraat. Kunt u daar wat uitleg over geven? Daar is over gepraat. Zij willen... Kijk, wij hebben aangegeven dat als wij die markt niet wat meer ordening en regels in die markt brengen, dat deze markt niet... Dat het niet houdbaar is. Die valutamarkt, ja. Omdat als je iedereen toestaat om zijn valuta te houden, en die houdt het op zijn eigen rekening of zet het op een buitenlandse rekening, en je krijgt onvoldoende valuta om je eigen, de staatshuishouding te draaien, dan los je het nooit op. En dan heb je aan de ene kant voldoende exportopbrengsten, dus voldoende. Maar het zit vast, het komt niet beschikbaar en die koers blijft stijgen. Dus dit is eigenlijk iets wat niet kan binnen de economie. Nee, dat kan echt niet. Nee. Dat kan niet. Dus wij zeggen, zonder dat je het principe van marktmechanisme loslaat, laten we de techniek van het valutaverkeer zodanig regelen dat het werkbaar is. Dat het, en een deel heeft te maken met vertrouwen, maar dat het werkbaar is. Het heeft gewerkt in het verleden. Ik heb laatst ook gezegd... Geef me de ruimte dat ik mijn valuta, die de staat verdient, bij de centrale bank kan storten. En van daaruit kan eventueel toewijzen. Maar we zijn als de dood als toewijzen, want dat is marktregulering in hun termen. Maar we zijn aan het praten om dat te regelen. Je ziet ook wel dat die koers is een maand heel rustig. Ja. Ik denk dat het is misschien voorbarig om allerlei conclusies te trekken. Maar de maatregelen en het vertrouwen, daar wordt vooruitgang in geboekt. Langzaam maar zeker. Ik heb ook gezegd, als die maatregelen onvoldoende zijn, gaan we ze aanscherpen.
Dus ik denk, ja, het klinkt als een bedreiging, zo is het niet bedoeld. Maar er is wel een stok achter de deur. Maar minister, ik denk dat als we kijken naar de cijfermatige opstelling, die, weet je, het planbureau, we hebben samen dat... Ik weet het, ja. Ik denk dat als je kijkt naar de baseline en je maakt een correctie voor de goudprijs, ik heb het de vorige keer ook gezegd, dan is de koers die we hebben, modelmatig, eigenlijk spot on waar het moet zijn, toch? Alleen, het feit dat het een beetje beweegt, heeft puur te maken met de verschillende distorties in die markt. En ja, die moeten worden aangepakt. En de vraag is dan, overheid, wat gaat u doen om dat soort distorties aan te pakken? Omdat we zien dat er een grote concentratie is van wat we noemen, en Hugo Essent gaf het ook aan, van hey, geleerde ondernemingen die, weet je, ja, op elkaar, die aan elkaar gekoppeld zijn en eigenlijk zoveel macht kunnen uitoefenen. Ja. En heel veel cash hebben. We praten eigenlijk ook niet echt over het gokken van Suriname. Hè? En hoeveel geld er vanuit bepaalde kanalen, zeg maar, beschikbaar is om gewoon die koers omhoog te drijven. Ja. Het is ongelooflijk. Ja. Ja, er is heel veel schade aangericht, ook in regels en enforcement. Mm-hmm. En die dingen moeten terug op zijn plaats. Dat gokken, de eerste voorzichtige schatting, die mensen die dagelijks gokken, en het zijn ook arme mensen die gokken, want die denken van als ik een keer win, dan niet door. Maar het is ook een huishoudboekje probleem. En dat maakt het probleem met die extra voorzieningen. Onze eerste schattingen zijn 2 tot 7 miljard per jaar, wat vergokt wordt. Tjonge. 2 tot 7 miljard. Gewoon naar... En dan is het deel van het gokken, hoor. Niet het complete plaatje. Yeah. Dus daarom hebben we ook het bureau voor kansspelen. Dat kantoor in ons team voor die koersstabilisatie. Mm-hmm. Omdat dat voortdurend in beeld gebracht wordt. En wij willen kijken of daar iets gebeurt. Maar wanneer je zegt, er zijn partijen in de markt die zoveel SRD's en zoveel valuta hebben, dat ze de markt kunnen beïnvloeden en naar hun hand kunnen zetten. En dat is dus... Maar is dat proces gereguleerd? Want er worden dus SRD's. Ik probeer even als leek, als burger, te snappen. Ik kom, ik ga gokken, ga naar een bettingkantoor. Ik geef mijn SRD af. Er komen een heleboel SRD's vrij. En die wisselen de gokkantoren. Ja, en dat zijn valuta. Dat is wat gezegd wordt, ja. En dat komt niet meer terug op die valutamarkt in Suriname? Of brengen ze dat naar buiten? Of blijven er dollars in Suriname? Iemand verzamelt een hoop dollar. Maar weet je dat wel creëren? Of niet? Het wordt gezegd. Er zijn mensen die maar hoort u dat niet te weten als minister van Financiën? Ik hoor het te weten, alleen ik heb het niet... ik hoor beide dingen. En ik kan onvoldoende... En ik hoor beide dingen van betrouwbare mensen. Dus het wordt een beetje lastig om daar... Ik wil dat kantoor van dat kansspelen, die commissie, er is een commissie voor kansspelen, die wil ik daar goed over horen. Die hebben daar rapportages over gedaan, maar die heb ik nog niet. Want dat moet dus gecontroleerd worden. Dat moet gereguleerd worden, maar zijn er als het waar is. Maar zou de Belastingdienst dan niet meer informatie moeten hebben? Ik denk het niet. Waarom niet? Ze moeten toch belasting afdragen? Onze belastingdienst heeft heel veel versterking nodig. Oké. Okay. Ja, dat is ook een vraag van Onze belastingdienst heeft heel veel versterking nodig. Als we de resultaten willen halen die we ons voornemen, moeten we daar echt veel inzetten. Want hoe gaat dat bijvoorbeeld met BTW deze dagen? Ja, de inning gaat, ook de terugbetaling gaat, mensen klagen. De inning gaat. Alleen een van de adviezen die van het IMF komt nu is, kijk, de BTW-wet zoals die door het parlement gekomen is een andere wet dan wat wij besproken hadden. En niet zozeer in de regels van de wet als wel in de lijst van uitzonderingen. Want wij hadden gezegd, wij hadden gemikt op een basispakket voor belastingheffing van 60%. Van je consumptiegoederen. En door al die uitzonderingen is die basis naar 39% gebracht. Nee. En dat betekent dat je je BTW-doel, zelfs als je 100% haalt, dat je het niet redt. Dat het je niet komt. Hoe is dat zo scheef gelopen dan? Want we wisten nog dat het 60% moest zijn. Kunt u dat ons een beetje uitleggen? Want het loopt constant fout met onze procedures. Ik probeer het een beetje te snappen als simpele burger. Hoe loopt dit weer krom? Ja, er is in DNA is een discussie geweest. Kunnen we die niet uitzonderen? Die is productie. Kunnen we dat niet uitzonderen? Dat is dat. Kunnen we dat niet uitzonderen? Dus er is een lijst van uitzonderingen gekomen. En waarschijnlijk zijn we dus die 60%...
zijn we even vergeten. Maar dan, een dag voordat je het formaliseert, ontdekken we het met z'n allen dat het 39% is. Dan vraag ik me dan toch af, hé hey jongens, dat kan allemaal niet, wat gaan we schrappen? Ja, die 39% is volgens mij niet ben ik nog... een dag ervoor hoor. Nee, dat zou ik heel graag willen, want we schrappen. Nee. Dan moet iemand kijken. We waren blij dat we eruit waren. Dus dat die wet erdoor was. Je weet, we hebben, wat was het, 11 jaar of 30 jaar? 11 jaar was het. 11 jaar hebben we gedaan over die wet. Dus we waren blij dat die eindelijk in uitvoering kon gaan. Ja, maar intussen streven we toch ook weer een beetje ons doel voorbij. Want nu zitten we op die 30. Ja, we hadden 60. Kijk, in dit opzicht was het wel voorzien dat het niet perfect zou zijn. Want er was gezegd, binnen 3 of 6 maanden moet het geëvalueerd worden. En moeten we kijken of er bijstellingen nodig zijn. Dat is nu gebeurd. Die evaluatie hebben we niet zelf gedaan. Niet alleen gedaan. We hebben daarbij een team van externe experts bij gehaald. Het IMF is daar deel van geweest. Daar hebben we samen mee gewerkt. En we hebben gezegd, oké, we gaan er naar kijken. Daar is een documentatie uitgekomen met een aantal hele duidelijke maatregelen. En dit is een van de duidelijke voorstellen die eruit komt om daar echt aandacht aan te besteden. En hoe moeten wij dat als ondernemers en burgers gaan zien? Wanneer wordt dat bijgesteld? Hoe gaat dat lopen in 2023? Wij gaan gewoon naar het parlement. Nu is de evaluatie bezig. Ja, die evaluatie is binnen. Is binnen. Ja, dat moet er nou worden uitgevoerd. Ja. Dus terug naar het parlement om die lijst van uitzonderingen om dat terug te brengen. In te korten. Ja. En waarbij niet gezegd wordt van wat je wel of wat je niet moet inkorten, maar waar wel gezegd wordt, probeer die 60% wel te halen. Mm-hmm. Probeer die basis wel te halen dat je voldoende inkomsten hebt. Maar van degenen die nu zijn geregistreerd om BTW te betalen, hebben jullie het gevoel, nu als minister van Financiën en Belastingen, dat loopt? Of zijn er een heleboel geregistreerde bedrijven die nog steeds niet voldoen? Hoe is die controle en die handhaving? Ik denk dat beide gebeurt. Ik denk dat er meer inkomsten zijn dan we ooit met omzetbelasting hebben gehaald. Dus dat is een klein succes. Maar ik denk dat het duidelijk is dat er nog veel klachten over zijn en over de uitvoering. En dat daar nog werk is. Daar is veel werk in nog, ja. Ja. Maar minister, ik wil even een punt. Ik wil toch verwijzen naar inzicht 39, pagina 3. De rekenkamer over ernstige onderrealisatie van ontvangsten van de staat in 2022. Misschien is het een goede insteek om daarnaar te kijken, om wat inzicht te krijgen over hoe dat is. Ja, we gaan daar zeker naar kijken. Ja. Het is een aanrader hoor, ik heb het gelezen en mijn haren gingen overeind staan. Ik heb bijna geen, maar... We hebben in 2022 vooral gefocust op de 2 verstorende effecten. Mm-hmm. Met name die subsidie op brandstoffen, dat is gelukkig afgebouwd. Mm-hmm. En de loonstijgingen. En die 2 hebben gezorgd voor een hele grote inflatie vorig jaar. Maar weet u? Maar als dit klopt, zit hier een derde trigger in. Het is substantieel hoor. Mm-hmm. Maar ik had eigenlijk ook een vraag, maar vanwege de tijd denk ik dat ik het niet ga vragen. Het is de korte vraag. Nou, het is eigenlijk de wijze waarop we zeg maar, al die loonaanpassingen vanuit de regering toekennen. Hè. Kijk... De toelages, maar ik maak me zorgen om het feit dat wanneer je een begroting hebt van 2023, die is aangepast en heel strak is, en je moet dingen realiseren, dat je op een gegeven moment met al deze aanpassingen een disbalans krijgt, waardoor die inflatie gaat lopen. Ik weet zeker dat het gaat lopen, alleen als het binnen budget is, wat u gezegd heeft, dan heb ik toch nog een beetje een gevoel van, hey, het is onder controle, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik hou mijn hart vast. Minister, mag ik daarop? Ik krijg via apps en zo vragen over die 2500 uitkering, voor wie dat bestemd is en zo. Ja. Oké. Die laatste vraag. Voor wie is het bestemd? Voor ambtenaren. Wij proberen actieve ambtenaren, dus spookambtenaren. We gaan proberen om die eruit te laten. Ambtenaren. Gepensioneerden uit overheidsdienst. Maar onder ambtenaren vallen er ook ministers, president? De ministers en de president vallen er niet onder. Okay. Die zijn eruit gelaten. En aan ambtenaren gelijkgestelde. Mensen die werken bij het planbureau, de ABS, zijn van die instellingen. Bij elkaar 37.500 mensen
die, die voor die voorziening in aanmerking komen. 87.000? Ja. Wow. Dat is ambtenaren plus parastatalen. Plus gepensioneerden. Nee, geen parastatalen. Gepensioneerden. Ambtenaren gelijkgestelden, daar is een definitie voor van een bedrijf. En gepensioneerden. En gepensioneerden, ja. Ja. En u gaat dat elke maand kunnen opbrengen? Dat we gaan 6 maanden, voor de rest van dit jaar 6 maanden betalen. Dus dan kom ik terug op wat Gerard zei. Hoe ga je dat doen? Ja. Kijk, budgetneutraal is het begrip wat ik genoemd heb. Je probeert om die begroting niet groter te maken. Je probeert binnen die begroting te schuiven. Waar kunnen we het vinden? We hadden vanuit financiën een geheime pot voor eventuele loonstijging van 7,5% erop gezet. Nu blijkt dat er door aannames, promoties van mensen, dat die 7,5% op is. En we zijn het zelfs voorbij gestreefd. Dus we hebben in de regering de afgelopen 2 weken hele goede debatten gehad, waarbij ik gezegd heb, ik ga die bovengrens aangeven voor de loonsom van elk ministerie. Wie er boven gaat, moet het maar bekijken. Dit is de grens die je hebt voor lonen per ministerie. Perfect. Je blijft daaronder. We hebben verder gekeken naar uitgaven, het uitgavenpatroon binnen de overheid. Daar zijn wat dingen uitkomen rollen. Er is door de regering, laat me dat ook zeggen, er is door de regering per 3 mei een aannamestop afgekondigd. Geen aanname van ambtenaren meer voor de rest van het jaar. Serieus? Serieus. Serieus. Aannamestop voor de rest van het jaar. Compliment hoor. om ervoor te zorgen dat het in de hand blijft. We hebben gekeken naar de kosten voor dienstreizen. Ja, dat is ook een goeie. Oké, maar ik ga je shocken. Serieus? Gaat het ook voor de president? 10 miljoen SRD voor 3 maanden. Dat valt best mee. 3,5 miljoen per maand. Wat waren de telefoonkosten per maand? 1 miljoen Amerikaanse dollar per maand. Wat? 10 maal dat van dienstreizen. We bellen. Onze telecomkosten zijn 10 maal de dienstreiskosten van het ambtelijk ambt. Maar minister, u weet toch dat onze telecomkosten en internetkosten een van de hoogste is in de wereld. Dus, minister, hoe komt het dat die telefoonkosten zo hoog zijn? Dus binnen de regering is ook afgesproken. We gaan hier serieus naar kijken, omdat het onkan is. Dit kan niet. Daarbij moet wel gezegd worden dat een paar hele grote posten die ten algemene nutte zijn, bijvoorbeeld het Safe City-programma en dergelijke, op het kabinet van de president drukken. Dus ik zeg dat vooraf, voordat mensen beginnen te zeggen, naar president en bellen, maar het is niet, laat me zeggen, niets wat ik hier zeg is in de beschuldigende sfeer, maar meer in van, laten we die informatie gebruiken en het beter maken. Er is bijvoorbeeld ook zo bij de politie. Bij de politie zijn de lonen 25 miljoen en de toelagen 50,1 miljoen. En we hebben met minister Justitie gezegd, we gaan daar naar kijken. We moeten kijken naar begrenzingen van toelagen en overwerkvergoedingen. Iedereen is het erover eens. En dit is, nogmaals, laat me dat nog een keer zeggen, onderstrepen. Het is niet om wie dan ook te stigmatiseren. Het laat zien dat je moet inderdaad je cijfers analyseren. Om te kunnen reduceren. De willingness bij het kabinet is 100% aanwezig om deze dingen te doen. Ja, ik ben blij dit te horen. Omdat, weet je, een van de grootste drivers zal straks zijn de inflatie. Hè? Ja. En inflatie dit jaar, zoals u weet, heeft een hoge prognose. En we moeten ervoor komen, alles aan het doen om die inflatie niet verder te laten stijgen. Omdat inflatie een key indicator is voor de wijze waarop je loonaanpassingen doorvoert. Dus ik wil natuurlijk ook doorgaan met dat, maar gezien de tijd denk ik... Ja, maar laat mij even doorgaan, want u geeft goede informatie terloops. Safe City project valt onder het kabinet van de president, zegt u. Betekent het, dus voor wat de begroting betreft, maar betekent het dat de bewegingen ook daar worden gemonitord?
Weet ik niet. Dat weet hij. Ik weet dat die kosten daar worden betaald. Dat is belangrijke informatie. Hij houdt de portemonnee vast, dus hij weet niet wat er gebeurt. Ik heb toch ook nog een beetje een zorgpuntje. Er worden natuurlijk geen ambtenaren aangenomen, wat heel goed is, want we hebben natuurlijk, het is veel te groot. Het zou juist moeten gaan verminderen. Maar, daarnet werd ook al aangegeven, BTW moet worden geïnd. Niet voldoende power. Belastingdienst moet mogelijk worden versterkt. Hoe denkt u dat af te vangen? Want u moet BTW innen. Er moet worden handhaven in die kleinschalige goudsector, et cetera, et cetera. Hoe gaat u dat dan controleren als u al net aangaf, een paar minuten geleden, dat er en stop is, maar ook gebrek aan personeel voor het handhaven? Ja, hoe gaan jullie dat oplossen? Bij de belastingen zullen we... Kijk, het idee, er is in het verleden, zijn er bureaus ingehuurd om de inkomsten bij belasting en douane binnen te halen. Dat idee is er nog. We zijn nog niet zo ver om dat te doen. Op dit moment zeggen we van oké, versterk de dienst. Laat de mensen weten waar het om gaat. Degene die er zijn. Ik teken elke dag nog allerlei... Ik heb gezegd, alle achterliggende stukken. Dus, hoe heet het? Overwerkvergoedingen, toelagen die mensen moesten krijgen van 2019. Ik zeg maar, wat benaderen die mensen als die stukken nu op mijn bureau komen? Waar zijn ze blijven liggen? Vind je dat gek dat die mensen gedemotiveerd raken op die diensten? Natuurlijk. Ik zeg, ik wil dat niet meer hebben. Ik wil inlopen, allemaal inlopen. Ik wil geen achterstallige dingen bij. Want als iemand van 2019 nog overwerk moet krijgen. Ik bedoel, wat is het nu waard? Wat is de motivatie van die? Maar het is ook helemaal verwaterd, toch? Kun je nog controleren welk overwerk gedaan is dan ook? Dus er zijn dingen die je tegenkomt en die verbeteren. Eigenlijk dagelijkse dingen, dagelijkse bestuurlijke dingen, die moeten gebeuren. De dienst moet versterkt worden, dat is absoluut zo. We doen dat niet alleen. We hebben daar... Er zijn programma's die lopen, er zijn bureaus die ingehuurd zijn. Kijk, Amanda, het is geen quick fix. Dus het is niet zo dat morgen alles opgelost is. Maar je moet wel beginnen. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat ik met een paar stukken van de informatie die ik hier geef, dat ik wel zeg van, er wordt gewerkt eraan. En zal het perfect lopen? Ja, dat zal het wel niet. Maar we moeten wel inzetten. Maar minister, eigenlijk zegt u tegen mij, of tegen de Surinaamse bevolking die meeluistert, eigenlijk is de managementkunde van de overheid, op zijn Surinaamse uitdrukking, soep met balletjes. Het is kapot geslagen. Ja, oké. Het is kapot geslagen. Dat is wel ernstig. Bestuur. Het is, oké. Jouw woorden, inderdaad, onbehoorlijk bestuur. Minister, in het eerste deel van het programma was die kwestie van de haken in de bank. Wat is er daar aan de hand? Er is morgen, geloof ik, is er een algemene vergadering van aandeelhouders. Ik heb inderdaad gehoord dat de vorige, dat die heftig was. Het was heftig, ja. Ik denk dat we na deze... Ik moet zeggen dat de staat bij de vorige keer zelfs een RVC-positie had afgestaan aan de kleinaandeelhouders. Ik denk dat de willing er is om de macht te delen vanuit de staat. Er is ook iets wat bij de... Kijk, wij willen geen toestanden bij de haven en bank, niet nergens. Niet. Ja, systeembank, hè? En dat is gevaarlijk. Je wil dat niet hebben. En ik wil ook niet dat we als staat overmatig macht uitoefenen of dergelijke. Ik kan je zeggen dat de centrale bank vrij streng... Overigens, jij moet dat weten. Ja. Vrij streng is met toelating van mensen in de directies. Je kan als staat niet op je achterste poten gaan staan en gaan dwingen bij de centrale bank. Ze houden dat echt goed strak in de hand. Soms dat wij moeten zeggen van, maar luister, maar zo is het praktisch niet werkbaar. En daar hebben ze dingen op gevonden. Want de centrale bank zegt, als je de regels strak hanteert, zijn er weinig mensen die goed voor het bankaire... Dus dan zeggen wij, oké, maak dan een plannetje dat een persoon die qua karakter goed is en de basis skills heeft, dat die in 3 jaren wel topfunctionaris is. Dus dan maak je het wel praktisch haalbaar dat je mensen op posities krijgt. Maar de centrale bank is best streng. Dus om dan te rommelen in de leiding van de bank, ik denk het niet. Het is niet zozeer een
rommelen in de leidingen. Kijk, op een gegeven moment vind ik en met mij vele aandeelhouders van de Hagenbank, je bent maar een hele klein met een paar aandelen, het besluit waarbij de overheid is meegaan met een groepje. Dat is vorige keer. Ja, vorige keer, 4 of 5. Die mannen hebben op een gegeven moment 3 RVC-leden kunnen voordragen. Toch? En de overheid is meegaan met dat besluit. Met andere woorden, de machtsconcentratie binnen de RVC is iets wat eigenlijk onkan is op zo'n manier. De vorige situatie met de Hagenbank was dat er 7 commissarissen waren, 4 van de staat en 3 van de kleine aandeelhouders. En voor de benoeming van de 3 en de 4 bemoeide de partijen eigenlijk niet met elkaar. U doet maar en dat is in principe oké. Toch? Ook dat ging niet altijd even vlot, maar zoals het nu de afgelopen keer is gegaan, minister. Ik heb maandag een vertraagde moederdagviering. Ik ga er naartoe om te kijken wat de rol van de staat gaat zijn in de behandeling van de benoeming van de 2 commissarissen en de 2 directeuren die straks onderdeel gaan uitmaken van het bestuur van de bank. Ik bedoel, het is... Ja, we moeten daar heel, heel kritisch mee zijn. De minister van Financiën weet er alles van. Ik stel de vraag natuurlijk. Minister. Ik weet er weinig van. Ik weet van de vorige dat hij heel chaotisch en inderdaad tot diep in de nacht is gegaan. Dat het geen schoonheidsprijs verdiende, die vergadering. Maar hebt u als minister geen bemoeienis het meer? Het zou moeten, de vertegenwoordigers zijn, die worden tegenwoordig door de president aangewezen. Dus daar gaat er iemand van het kabinet van de president. Met het accent op tegenwoordig. Ik heb wel, ik weet niet sinds wanneer dat is. Ik heb met de directeur van het kabinet van de president heb ik telefonisch contact gehad. En gezegd, oké, kunnen we dit zodanig, wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat dit... dat er geen herhaling komt van de vorige keer. Dus degene die gaat namens de staat, is die bespraakt, kent die de zaak, kan niet verwoorden, kan niet goed brengen. Ja, oké. Maar is het op papier niet de minister van Financiën? Op papier is het de minister van Financiën. Dus u moet iemand uit uw geleden daar naartoe sturen. Minister, nog een vraag over de schuldherschikking met China. Loopt dat heel stroef? U mag wel een slokje water. Ja, er is... Een paar weken geleden is de China Exim Bank hier geweest. En daar hebben we een heel, heel lang gesprek mee gevoerd. En daar zijn we niet uitgekomen. De standpunten blijven hetzelfde. Zij zijn, in feite zijn we technisch aan het einde van wat mogelijk is. Dus het moet politiek opgelost worden. En minister Ramdin van Buitenlandse Zaken, die is daar heel, heel sterk mee bezig. We hebben daar haast mee, omdat wij... omdat we dat voor die 14e, als wij geagendeerd zijn bij het IMF, omdat we dat bij voorkeur rond willen hebben. Daarbij speelt dat er een hele ongelukkige situatie dat via Telesur een keer in januari, februari een tweede betaling heeft plaatsgevonden. Een schuldaflossing. Een aflossing, ja. Die niet bedoeld was te gebeuren. Dus dat... Dus we hebben met Telesur en met de Finabank en met het IMF heel veel moeten praten om te zeggen van luister, kijk, ook de bank en de Telesur, van, omdat dat hele geopolitieke ding niet iets is wat bij hun in de portefeuille is, dus het gaat hen volledig voorbij. Dus ik heb ze moeten zeggen van hoe ernstig de consequenties kunnen zijn. Als dit verkeerd loopt. We hebben gevraagd aan China, aan de Exim Banks, kun je dat geld terugstorten? Wij committen dat we dat gaan terugbetalen na herschikking. Daar zijn ze niet van geïmporteerd. Maar wij proberen het wel opgelost te krijgen. Ik ga morgen met ook nog een nader gesprek met Telesur en met de Finabank gaan we praten om ervoor te zorgen dat herhaling voorkomt. Minister, een insteek hoor. Proef ik dat er een geopolitieke dimensie is, bijvoorbeeld Amerika, China, waardoor Suriname daartussen een speelbal is geworden? Want dat proef ik eigenlijk, hè? Ja, we vangen daar, zonder dat dat ooit had gemogen, daar de klappen van. En hoe groot is die schuld aan China?
500 miljoen? Ik dacht 100 miljoen. China was denk ik 500 en India. Nee, China in totaal is 400 en in India was 150. Oh, Taylor is 100. En hoe komt, hoe is deze schuld ontstaan, los van die 100 van Taylor? Dalian. Ja. Ja, Dalian. Het zijn goede dingen die gedaan zijn voor Suriname. Het is niet zo dat er iets onoorbaars is gebeurd. Maar minister, kunt u nog misschien even richten over dat geopolitieke? Dus, dat is interessant. Kijk, het heeft ertoe geleid dat in de board van het IMF de beslissing over Suriname vertraagd is genomen. Daarom heeft het bij ons een jaar geduurd voordat we die deal met het IMF konden krijgen. Dus toen ik laatst in Washington was, heb ik gevraagd om hier aandacht aan te geven dat landen die de bank benaderen voor steun, dat ze niet hetzelfde hoeven ervaren wat wij hebben ervaren. Namelijk dat we eigenlijk gecrushed worden in iets waar we niet thuis horen en waar we part nog deel van zijn, maar waar wij wel hele grote nadelen van hebben ondervonden. Minister, we moeten het hierbij laten. Twee vraagjes voor u. Wat ziet u als het grootste probleem waarmee u dagelijks geconfronteerd wordt als minister van Financiën? Passen en meten zoals Hildenberg dat zei? Het is passen en meten, nee. Nee, mijn werk zie ik in positieve zin, Wim. Ik zie niet grootste problemen. Er zijn problemen en die moeten opgelost worden. En ik heb elke dag ga ik met veel plezier naar het werk en elke dag zie ik ambtenaren die deskundig zijn en ook vanuit de gemeenschap zie ik mensen aan mijn bureau die oplossingen zoeken. En soms duurt het lang, mensen die de app sturen, mijn zaak zit vast. En ik heb elke dag het gevoel dat we stappen vooruit zetten en de overtuiging dat we er gaan komen zijn. Gewoon goede, ik ervaar elke dag goede, degelijke, hardwerkende mensen in dit land. En die zetten in voor de verbetering. En die verbetering gaat ook echt komen. En dat gaat niet nog twee of drie jaren duren. Dat gaat gewoon gebeuren. Er zijn heel veel goede mensen in dit land. En social media is geen reflectie van de degelijkheid. Is geen reflectie van de degelijkheid die in dit land wel degelijk aanwezig is. En zich elke dag blijft inzetten. We gaan er komen. Maar de politiek wordt gestuurd door die social media. Dus ik begrijp de problematiek wel. En hoe is uw leven? Is uw leven heel erg veranderd sinds u minister van Financiën bent geworden? Ja, dat is wel zo. Maar ik heb er geen spijt van. Ik zie mijn kleinzoontjes wat minder. Veel minder. Maar in het weekend, als het mooi weer is, trekken we wel het matras naar. 'S Avonds zit een matras op het erf. En dan gaan we daarop liggen en dan gaan we naar de maan en de sterren kijken. En ze vinden het geweldig. En Sandertje kwam de vorige week en die zong voor me. Die zong, geef me een beetje van dat. Ik weet niet waar hij dat had opgepikt. Leuk. En Sander is 4 en Alexje is 1 en die heeft een Braziliaanse oppas. Dus Alexje praat nu wat Braziliaanse Portugese woorden. Hij praat over Pipo en Agua en Zapato. En dan een heel kort antwoord, minister. U bent nu al een paar maanden minister van Financiën. Er is heel veel over u heen gekomen. Elke dag problemen. Mensen willen geld, hun uitkering en zo. Maar ziet u dat u iets tastbaars hebt kunnen realiseren? Ziet u dat u vooruitgangen maakt? Behalve met die schuldherschikking en zo. Ja, ik zie elke dag, wat ik zeg, elke dag stappen vooruit. En het feit dat ik daarvoor minister ben geweest, helpt daarbij. Omdat die stappen vooruit zijn niet altijd uit te drukken in geld. Het is niet altijd geld of het is niet altijd de cijfers. Maar het zijn vooral de mensen en de spirit van de mensen en de integriteit van mensen, hun inzet. En dat je ziet van oké, hier is weer iets gebeurd, daar is weer iets gebeurd. Maar geef eens een klein voorbeeld. De afgelopen week met het IMF. Ik word eigenlijk suf geappt, niet ziek. Ik word suf geappt. Kun je dit, die betaling loopt vast, dat loopt vast. Ik weet dat het niet de manier is om het te doen.
één reactie zou kunnen zijn, ik word er boos om en ik reageer er niet meer op. Ik denk, ga maar met die ambtenaren praten. Maar ik doe geduldig allemaal van alle medewerkers. En soms zegt de VP van, maar minister, je vergeet me niet. VP, meneer vergeet niet. Misschien heb ik je op moeite van houden, maar hier, als je het zo op van houden, dat zou ik doen. Dat ben ik daar voor, maar je hebt je dan een president. Je hebt een streepje voorbij, maar dan is hij helemaal happy weer. Maar je moet, kijk, Bimla, we praten over de begroting. We hebben een achterstand van vorige jaren van 600 miljoen. Die willen we dit jaar ook aflossen. Achterstand in? In achterstallige betalingen, leveringen, medicijnen, contributies, medicijnenleveringen, leveringen aan de staat, aannemers. Maar die komen bovenop de begroting, want die waren niet begroot. Die komen bovenop. Die moeten ook betaald worden. Dus het betekent altijd, ik geef jou een beetje, ik geef jou een beetje, ik geef jou een beetje, ja. Ik geef dat een beetje. Zodat alles blijft lopen totdat we het ingelopen hebben. Maar ik doe dat met plezier. Oké, dank u wel, minister. U krijgt...